Gerard Kleisterlee, de huidige Philips-topman, gaat naar de raad van bestuur van het Amerikaanse Dell. Dat maakt het bedrijf donderdagmorgen bekend. Eerder was al duidelijk dat de topman per 1 april 2011 vertrekt bij Philips. Hij heeft er dan bijna 10 jaar op zitten als bestuursvoorzitter en geeft het stokje door aan Frans van Houten. De benoeming van Kleisterlee bij Dell moet nog worden goedgekeurd door diens aandeelhouders.